Goedendag. Kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. Een storing trok vannacht over het land met regen en motregen. En vanochtend heeft vooral het noordoosten daar nog even last van. In de rest van het land begint het langzaam wat op te klaren. Breekt af en toe de zon door, maar er kan ook nog een enkele bui vallen. Temperaturen vanochtend zo 4 à 5 graden. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op naar 6, lokaal misschien 7 graden. De zon breekt wat vaker door, maar de buien kunnen ook wat steviger zijn, lokaal met onweer of hagel. Aan het einde van de middag begint de buigheid geleidelijk af te nemen en vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog. Slechts hier en daar valt er nog een bui. Temperaturen temperatuur ligt vanavond rond 2 graden en dalen vannacht tot rond of iets onder het vriespunt. Morgen overdag is het lange tijd droog, zijn er flinke perioden met zon. Maar het is een zuidwestenwind, 3 tot 5 bevoor, en in de avonduren begint de wind verder toe te nemen. Eerst naar 6 à 7 bevoor en rond middernacht naar 8 bevoor, en dat is stormachtig. En in de nacht na maandag gaat het regenen en kan er in het noordoosten en oost ook sneeuw vallen. Maar uiteindelijk wordt het overal regen, trekt de regen maandagochtend weer weg en maandagmiddag is dan 8 graden. Dinsdag en woensdag valt er geen enkele bui met temperatuur rond 7 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.